Dames, zijn jullie klaar met eten? Ja, hè? Ja, we hebben gouden boel aan de kant geschoten. Ja. Jij natuurlijk gewoon. Ja, precies. En mijn dames, ik kom eens wat opheldering vragen. Want we hebben al heel veel filmpjes gemaakt over het feit, over de sluiting en over alles wat in de aanbieding is. Maar nou zijn toch heel veel mensen nieuwsgierig waarom je nou eigenlijk gaat stoppen. Want dat hebben we eigenlijk nog niet zo goed uitgelegd. Nee, want heel veel mensen denken dat we de corona niet overleefd hebben. Ja. Dat het niet goed met ons gaat. Maar het gaat eigenlijk heel goed met ons. Ik ga met pensioen. Ja, dat is eigenlijk gewoon de hoofdreden, hè? Ja. Maar je bent, als ik me goed herinner, ben je nog niet precies 65, toch? Nee, ook nee. Nog geen 67. Nee. Nee. Dus, ik heb voorrecht om maar gewoon eerder met pensioen te gaan. Ja, nou, dan constateer ik gewoon even, dan heb je het gewoon goed gedaan, toch? En, ga ik lekker naar huis en dan ga ik eens op het gemak kijken wat ik nou wel zou willen. Ja, want dat... Misschien dus 2 of 3 dagen of... Het is echt niet dat je op je lauweren gaat rusten meteen. Nee. Dat is denk ik niet iets wat bij mij past. Nee, wat natuurlijk misschien ook heel veel mensen niet weten of op het netvlies hebben, is dat jij natuurlijk woont op de Veluwe. Ja. En je hebt natuurlijk ook hier altijd wel geslapen, maar je hebt ook heel veel op en neer gereden. Ja. En dat is toch, hoeveel uur is dat rijden naar huis? 3 uur heen en 3 uur terug. Ja, dat is toch ver, hè? Ja. Kijk, en mijn week stopt normaal zaterdagmiddags om 5 uur. En dan rijd ik terug, dus dan ben ik om 8 uur ben ik thuis. En maandagsmorgens om 5 uur rijd ik weer terug. En dan ben ik om 8 uur op de zaak. Ja, en dan hou je ook nog verzeilen. Je hebt kleinkinderen, je hebt kinderen. Fijn. Ja. Dan is de zondag wel heel krap, ja. Hè? Ja. Ja. Dus ik ga nu van mijn kinderen en mijn kleinkinderen genieten. Ja, nou, dat is heel... En ik heb 2 dochters nu eigenlijk in de tussentijd. Want ik heb een donkere en een blonde. Dus wij gaan afscheid... Zij gaat op kamers of op ja, heb je al uitzet? Ja. Ja, maar Ilse zonder Dolly, jij bent inderdaad natuurlijk een van de meest vaste gezichten hier. Hoe lang werk je hier nou precies? Ja. Vanaf het begin. Ja, dus ja. Ja, je hebt gewoon alles meegemaakt. Ja. Dus wat ging er door je heen toen Wilma het nieuws bracht? Ja, het is een keer te verwachten natuurlijk. En het is te begrijpen dat ze terug naar huis wil. Maar ja, het blijft jammer. Ja. Sowieso. Ja, maar ja, je hebt het hier ook gewoon naar je zin. En, ja, zeker. Ik kom nooit met tegenzin aan het werk. Nee. Iedere dag is anders. Ja. De klanten zijn leuk. Dus. Maar ook jij moet altijd wel een stukje rijden. Want jij woont op Beveland, zeg ik het goed? Beveland? Nee? Ja. Ja, ook. Ja. Is goed. Ja. Maar goed, dat is ook niet zo heel ver. Maar, nee, dat is te doen vergeleken met wat Wilma. Ja. Ja. Hey, maar wat nu? Want, heb je al iets op het oog? Of heeft iemand jou al op het oog? Ja. Ja. Dus je bent weer onder de pannen. Er kwam aanbod genoeg en inmiddels heb ik ook de keuze gemaakt. Wat ik ga doen. Oh, nou, dat ga je nog niet verklappen, geloof ik, hè? Nee. Niet verklappen. Nee, maar dat is verder nog. Maar ik weet je wel te vinden, hoor. Ik kom tegen die tijd. Maar het is fijn dat je gewoon werkt. Ja. Er zijn natuurlijk ook veel vacatures. En je had natuurlijk nog meer medewerkers. Komt het bij hun ook wel goed, denk je? Else, die gaat met pensioen. Net als ik. Dat is... Else is... 1 of 2 jaar ouder dan mij. Ja. En dus die is ook onder de pan. En Maatje, die heeft hier gewerkt tot eind april. En die is weer terug naar Omoda. Maar die is ook bezig met het verbreden van haar horizon. Ja, dat zei ze toen ook al. Ja, dat is ook wel het. Ah, dat komt allemaal wel goed. Hè. En er is inderdaad echt heel veel werk. Bij elk bedrijf op de boulevard zijn vacatures. Ja. En in de binnenstad overal. In dus, dat opzicht is de goede tijd. Is de als je ander werk moet zoeken. Ja. Ja. Dus kort samengevat kunnen we stellen, er is helemaal geen sprake van drama, er is geen sprake van verlies of verdriet. Het is gewoon nieuwe hoofdstukken, toch? Straks, als ze me niet meer wil als kind. Ja. Nou, dan ga je toch af en toe, dan ga je toch wel eens even kijken daar op de Veluwe. Ja, maar dat is een eind, hoor. Ja. Maak je er gelijk op een kant. Ik kom wel hier bij Hakenhek, hoor. Ja, af en toe kom je eens terug. Ja, want ik heb straks zoveel tijd. Ja, en eerlijk gezegd, je gaat natuurlijk Zeeland ga je wel een beetje missen, toch? Echt wel. Ja, het is toch een fijne provincie, hè? Ja, ja, natuurlijk. Dus je kan hier ook een keertje komen zeilen, toch? Ja. Dat is heel goed. Met Bram. Ze zijn bezig met een roeiboot. Dus, Oké. Nou, dat is voor de spierballen. Maar wordt gevolgd. Nou, we spierballen hebben wij wel. Ja, dat zit wel goed, hè. En dames, dank voor de toelichting. Ik hoop dat het zo duidelijk is voor iedereen. Ik hoop het ook. En er staat nog genoeg. Ja, en dat hebben we ook nog niet gezegd, want tot nu toe de filmpjes was allemaal 20%, maar ik hoorde ook al 30% waar je klopt. Ja, we zijn alweer gezakt naar 30%. Alsjeblieft. Dus, en het gaat hard, want we zijn alles aan de voor aan het schuiven. Het gaat hard, dames en heren. En wij zijn eens meemaken. Ja.